Ik ben Elijsa, moeder van 2 kinderen. Hi, ik ben Maren, moeder van 3 kinderen. Ik ben Samantha, moeder van 3 kinderen. Ik ben Esther, moeder van deze 3 dochters. Kijk je mee? Ja. Ik ben thuis met de kids. Ik zit er echt doorheen. Ik weet niet hoe mensen dat doen. 2 kinderen, huis netjes houden en nog naar school gaan. Het is echt niet te doen. Ik weet ook niet hoe ik dacht dat ik dat allemaal kon doen. Jali, ik kom er aan. Dus, leuk dat je kijkt. Wat betekent moeder zijn voor mij? Dat kunnen heel veel mensen je vertellen. Maar voordat je het ervaart, heb je gewoon echt geen idee dat je zo onvoorwaardelijk van een klein wezentje kan houden. Daar. Kijk eens even wat een knap kind. Je voelt je nooit geen moeder. Je bent altijd moeder. Maar het is ook echt wel heel zwaar. Ik kan wel gewoon janken, weet je dat? Ik heb zoveel te doen eigenlijk. Elke dag weer opnieuw. En ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ja, ik ben goed bezig. Kijk, ik ben de was aan het vouwen. En dan zit deze dit te doen. Leuk hè? Ga ze eruit. Nee. Gaat er niet uit. Komt hij weer. Mama! Ja, mama, kijk eens. Mama, voor alle kanten. Even een koekje. Dan is het even stil. Ja. Absoluut. Soms kan je gewoon niet meer doen dan je best. En heel waarom ben je op tafel aan het klimmen? En ze de liefde geven die je in je hebt. En dan is het vaak ook gewoon al voldoende. En soms moet je ook gewoon een beetje de boel laten. Want, ja.